Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan Tafel met Leendert. Uiteraard weer vanuit restaurant Luxor aan de Stationsweg in Leiden. Allereerst voor iedereen de beste westen in 2016. En dan gaan we vandaag verder met twee onderwerpen in de Leidse regio. Zoek, de kringloopwinkel in Oegstgeest, die deze week is geopend. Maar eerst gaan we het hebben over de Duivenvoorde corridor. Want daar mag niet gebouwd worden. In ieder geval, dat geluid wordt steeds luider in Voorschoten. De gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Voorschoten wilden namelijk gaan bouwen. D66 Voorschoten vindt dat geen goed idee. En ze hebben medestanders. En hierover spreek ik met fractievoorzitter Marco van der Meij. Marco, welkom in de uitzending. Dankjewel, Leendert. Wensen voor 2016. Gelijk, en dat we het maar heel groen mogen houden. Ja, nou, dat sluit inderdaad heel mooi aan op dit onderwerp. De Duivenvoorde corridor. Ja. Een gebied tussen Voorschoten en Leidschendam. Ja. Als je richting Leidschendam rijdt, dan rij je er dwars doorheen. Wat is dit voor een gebied? Het is een heel oud gebied. Mm-hmm. Oorspronkelijk was het van de eigenaren van kasteel Duivenvoorde. Yeah. En het reikte helemaal tot aan wat op dit moment de Vliet is. Yeah. En dat gebied bestaat uit twee delen. Een bosgedeelte waar het hele mooie kasteel Duivenvoorde zit. En een gedeelte wat prachtig is voor weidevogels. Mm-hmm. Waar de afgelopen jaren, de 100 jaar, heel veel kassen zijn gebouwd. En die kassen die hebben Voorschoten en Leidschendam de afgelopen jaren opgekocht. Ja, en Duivenvoorde corridor is de afgelopen jaren is dat een belangrijk project geweest van de provincie en de gemeente om dat te vergroenen. Er zijn kassen weggehaald, er zijn bomen geplant. Hoe kan het eigenlijk dat er nu, want dat is namelijk het plan, weer gebouwd gaat worden in datzelfde gebied wat eerst vergroend moest worden? Ja, de oorspronkelijke bedoeling was om met de investering terug te verdienen aan wat kleinschalige, dure woningbouw. En de investering is de investering om het te vergroenen? De investering om het te vergroenen. We praten over ongeveer 8 miljoen vanuit Voorschoten. Ja. De oorspronkelijke bedoeling was om die 8 miljoen terug te verdienen door er een aantal dikke bungalows, om het zo maar even neer te zeggen, neer te zetten en daarmee het geld terug te verdienen. En dat is die opvatting is volkomen verouderd en veranderd in de afgelopen 10 jaar. Ja. Dus het begon 10 jaar geleden met een plan om een groene strook tussen, om het weer groen te maken tussen Voorschoten en Leidschendam. Het idee was een paar kleine bungalowtjes daar neer te zetten. Wat is het idee 10 jaar later nu dan? Wat wil de gemeente nu? Leidschendam-Voorburg wil er een complete woonwijk gaan neerzetten. Ja. Dat is afgewezen door de provincie, door de planologische commissie van de provincie. Dat klinkt logisch. Dat klinkt ook volstrekt logisch. Ja. De gemeente Voorschoten wil de oorspronkelijke verbouwing gaan verdubbelen. Dat is een oude opdracht van de gemeenteraad. En wij zeggen, daarmee kom je in een vicieuze cirkel terecht. Je krijgt die woningen niet meer verkocht in deze markt. En dan kun je beter op een bepaald ogenblik je verlies nemen. Of beter gezegd, die winst pakken en hou dat gebied groen, want je krijgt het toch niet meer goed verkocht, tenzij je het volbouwt. Ja, het is een heel mooi gebied. Je zegt net, je krijgt het toch niet verkocht. Voorschoten hoort toevallig bij een van de gemeenten waar het heel erg goed gaat met de verkopen van woningen. Beter dan gemiddeld in Nederland. Als je kijkt naar Haagwijk, waar een beperkt aantal bungalows in de verkoop zit, duurt het jaren voordat die grond daar verkocht is. En ze hebben, voor zover ik op dit moment weet, nog niet de helft van de 5 bungalows die daar gepland waren verkocht. Ja. Dus het gaat, wat de dure woningsector betreft, is het overal kommer en kwel, ook in Voorschoten. Ja, maar dan gaat het om 8 miljoen. En voor de gemeente Voorschoten, die financieel de afgelopen jaren het vrij moeilijk heeft gehad, voor volgend jaar, voor dit jaar, een sluitende begroting is er neergelegd. De jaren daarop moeten er nog een aantal ton, ik geloof 7 uit mijn hoofd, moeten er nog gevonden worden om de begroting sluitend te krijgen. Een verlies van 8 miljoen klinkt dan al als een grote kostenpost bij een gemeente die het financieel al erg moeilijk heeft. Kan je dat zo'n gemeente aandoen?
Dat hangt er vanaf waar je het geld aan uitgeeft. Ja. En wij vinden dat op het moment dat je het geld uitgeeft aan weer een investering in het kruispunt Voorschoten en weer asfalt in beton. Vergeet niet dat we de afgelopen jaren voor ongeveer 10 miljoen in asfalt hebben gestopt in Voorschoten. We hebben ongeveer voor 6 miljoen in stenen neergezet voor wat scholen betreft. En wij vinden dat het op dit moment geoorloofd is om een aantal miljoenen in openbare ruimte te investeren. Ja. En we hebben daar ook een financieringsmodel voor. Ja, daar komen we zo meteen nog eventjes op. Maar ik wil toch naar de gemeente Voorschoten en de financiële problemen nog eventjes erop doorgaan. Want een gemeente die het zo zwaar heeft, die onder eigenlijk op de vingers, keer op keer op de vingers getikt is door de provincie, die kan je toch eigenlijk niet meer vragen om zo'n plan die al begroot is uit die begroting te halen? Je kunt twee dingen doen. Je kunt op een moment doorgaan met proberen te verkopen. Dan kom je in een vicieuze cirkel dat je steeds meer moet investeren. Dat vertel je al, maar Terugkerend op waar het dan vandaan kan komen. Ik heb tijdens de algemene beschouwingen aangegeven dat wij 1 miljoen te veel aan personeel hebben. Mm-hmm. We hebben 1 miljoen personeel waar nog een dekking voor gezocht moet worden. Daar kunnen we naar kijken. Tweede is, we hebben nog een aantal reserves. Het is heel verstandig om die reserves daar op dit moment voor te gebruiken om dat gebied te behouden. En het derde punt is, wij hebben in Voorschoten locaties die we kunnen verkopen waar nieuwbouw kan plaatsvinden en waar ook dat ook een aantal miljoenen kan opleveren. Ja. Dus we hebben financieringsalternatieven. Dus is dat dekkend? Kan je daar die 8 miljoen mee terug? Ja. Nou, is een van die punten is ergens anders bouwen. Ja. Dat is natuurlijk een logische conclusie die je kan trekken. Op het moment dat je op plek A niet wil bouwen, gaan we naar plek B. Dan zit je toch weer in iemand anders' achtertuin? Nee, want er zitten allemaal locaties in Voorschoten waar gebouwen zitten waarvan de gemeente eigenaar is. Denk aan het cultureel centrum. Denk aan een aantal scholen die op dit moment leegstaan en niet gebruikt worden. En wij zeggen, als je die gebouwen nou op de markt kan verkopen en je kunt daar woningbouw toestaan, en volgens bestemmingsplannen kan dat, dan kun je dat geld, daarmee red je niet de 8 miljoen, maar wel een groot gedeelte, kun je uitstekend gebruiken om dit gebied veilig te stellen. Want voor al die Voorschotenaren die er straks komen te wonen, en ook voor die Leidschendammers-Voorburg, is dat gebied in de Duivenvoorde corridor heel veel geld waard. Ja, en dat groene gebied in de Duivenvoorde corridor, die wil D66 niet bebouwd hebben. Ja. Jullie hebben medestanders, wie zijn dat? Er is een oproep geplaatst door 12 organisaties, groene organisaties, waaronder Oud Leefbaar en Groen Voorschoten. Gisteren in de commissie is al gebleken dat ook GroenLinks erachter staat en ook de SP erachter staat. En wij willen op dit moment met alle partijen in goed overleg kijken hoe we zo goed mogelijk dit mooie gebied kunnen beschermen en wat voor financieringsbronnen we daarvoor hebben. En voor D66, 2016, het speerpunt, een groene Duivenvoorde corridor, zonder bebouwing. We spreken elkaar eind 2016. Succes ermee. Dankjewel. Mark van der Meij, D66 Voorschoten, bedankt dat je hier was. Stichting Oesgeester Kringloop heeft sinds vorige week een eigen gebouw. En dat gebouw is het oude Karpgebouw aan de Rijngeesterstraatweg 13B in Oesgeest. Het is een lang gekoesterde wens, waar ook lang over onderhandeld is met de gemeente. En over dit alles spreek ik met Rob Bergers, voorzitter van Soek. Ja. Rob, welkom in de uitzending. Dankjewel. Wij hebben elkaar eind vorig jaar, eigenlijk vanaf oktober, bijna wekelijks aan de lijn gehad. Ja. Over hoe staan de zaken er nou voor en krijgen jullie nou met de Kringloop een eigen gebouw? En wanneer kan ik een kijkje komen nemen en wanneer kan ik je erover interviewen? En elke keer zei je, Leenert, wacht nog maar even, want dat gaat voorlopig nog even niet gebeuren. Nee. Uiteindelijk is de eindsprint vrij snel geweest. Klopt. Laten we eens beginnen over de stagnatie, want we spraken elkaar en zeiden, Leenert, goed nieuws, krijg een eigen gebouw met de Kringloop. En toen stagneerde het. Hoe kwam dat? Ja. Nou ja, omdat het dilemma steeds duidelijker werd dat wij als burgerinitiatief onvoldoende geld voorhanden hadden om een eigen gebouw te huren. Daarbij kwam ook nog het feit, dat moet ik wel eerlijk zijn, dat we moesten een businessplan bij de gemeente indienen. En ja, normaal als zakenman heb ik zoiets van een A4'tje en snel klaar. Ja, dat zo werkt het niet, hè? Maar zo werkt het dus niet. En dat is ook terecht, hè. Ik bedoel, je hebt ook te maken met een soort, ja, het is toch een soort steun vanuit de gemeente, vanuit de gemeenschap, waarin ze een gebouw niet beschikbaar stellen. Laten we wel weten, het is belangrijker dat je hier een initiatief vanuit de burgers neerzet, bijvoorbeeld anti-kraak. Ik ben niet tegen anti-kraak, maar daar is het pand nooit voor bedoeld. Wat belangrijk voor de
wat in het proces heeft gestagneerd is denk ik dat de prioriteit bij ons als zoek veel hoger was dan bij de gemeente. Mm-hmm. De gemeente had tot 1 waai gewoon nog een luxe situatie met het warenhuis. Gewoon een hele goede collega kringlooporganisatie in Leiden. Met andere woorden, voor de ambtenaren was de oplossing pas voor 1 januari relevant. Maar het kwam er eigenlijk op neer. Jullie wilden een pand hebben. En de gemeente wilde dat je huur ging betalen. Jullie konden... De gemeente had het liefst natuurlijk dat we het volledig op eigen benen waren gaan doen. Maar omdat wij steeds hebben volgehouden dat wij alleen maar met vrijwilligers dit willen doen. Kwam op een bepaald moment het punt van dat ook de gemeente, het college van BMW zei van we moeten nu gewoon, we komen naar 1 januari toe. We moeten nu echt een steun in de rug geven. En dat is gebeurd. Ja. En ook tot mijn grote verrassing, eerlijk gezegd. Ik had niet verwacht. Vorige week was de sleuteloverdracht, 4 januari. Ja. Het Karpgebouw, nogmaals. Ja. Nog even over dat eindsprintje. Waarom is hij zo snel geweest? Waarom krijg je ineens de sleutels in je handen? Nou, wat een beetje speelde, moet ik ook heel eerlijk zijn. Wij hadden het idee dat we het hele gebouw zouden krijgen. Ja. Nou, het hele gebouw is ruim 700 vierkante meter. En het ligt weliswaar op een wat lastige plaats, maar dat is een kwestie van communicatie wat we moeten doen naar onze medeburgers. En tot mijn verrassing kreeg ik te horen dat we de helft van het gebouw kregen. Dat is zat, want dat is gewoon ruim 350 vierkante meter. Nou, je collega's zijn geweest, iedereen kan het zien. Het is gewoon erg veel qua meters, zeker voor een beginnende organisatie. Dus ik denk dat er ook een andere organisatie wellicht gehuisvest gaat worden. Ja. Maar dus, hoe in dat proces, hè, tot slot jullie wilden als kringloopwinkel een locatie hebben. Ja. De gemeente kwam met een locatie, gesteggel. Had je op een gegeven moment zoiets van, jeetje meneetje, die gemeente, ik word er... Ik heb wel wat geleerd om wat geduld te gaan krijgen. Ja. En gemerkt dat met zeg maar... Kijk, een wethouder is ook wel gebonden aan allerlei situaties. En er speelt natuurlijk ook het feit dat andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld KNO Hoesgeest, het wat lastiger krijgen. Subsidies worden toch minder. Ja, dat is de Volksuniversiteit ermee verzet. Ja, dus, dus zo'n wethouder zit ook best wel in een spagaat of wethouders. Ja, we kunnen niet organisatie 1 gratis onderdak bieden, terwijl dat organisatie B moet betalen en geen subsidie meer krijgt. Klopt, en dit is nu heel valide, want het gaat hier om het terugbrengen van afvalberg. Schuine streep, met het warenhuis was er een overeenkomst tot 1 januari. Ja. Dus die liep af, dus er moest iets komen. Er moest een oplossing. Duidelijk, want jullie hebben dus, jullie zijn dat is een stichting, hè, is een burgerinitiatief, hè, burgerparticipatie, heel hoog in het vaandel. Worden jullie ook om geprezen door de gemeente zelf? Absoluut, ja. Maar eerst deden jullie het ook, hè, Zoek bestond al. Dus, pop-up, dat betekent eigenlijk elke keer een andere locatie. En daar werd dan de kringloopwinkel even geopend. Ja. Waarom niet dat succesvolle concept verder uitgezet, verder mee doorgewerkt? Ja. Nou, dat zijn twee factoren. Omdat vrijwilligers het toch veel te zwaar vinden. Je moest echt met banken gaan slepen. Ja, nou niet met banken slepen, maar we hebben denk ik 6000 boeken inmiddels in 150 mandarijnendozen. Die staan bij Joost van der Luit gestapeld. Ja. En dan kan je zeggen, ik heb ze persoonlijk allemaal een aantal keer gesjouwd. Dat is zwaar. Ja. Dus het aantal vrijwilligers blijft dan beperkt. Het tweede is het assortiment. Het dorpscentrum, fantastisch dat ze ons onderdak hebben geboden. Maar ja, de kerkzaal, de kleine zaal nu geheten, hij heeft een andere naam gekregen, is gewoon te klein om een leuk assortiment te bieden. Ja, en wat gaan jullie nu wel bieden? Wat kan je nu doen dat je toen niet kon doen? We gaan alles bieden, ook kleine meubeltjes, nog niet de grote meubelen, nog niet wit en bruin goed, nog geen fietsen, nog geen banden. Daar is het Warenhuis Leiden gewoon door de gemeente Oesgeest voor gecontracteerd. Maar we kunnen wel een breder assortiment bieden. We hebben onze eerste huisruiming gedaan, zo te zeggen. Ongelooflijk wat voor spullen we aangeboden krijgen. En, maar waarom ook aan denken? Met wat kan ik nou concreet bij jullie... Er is iemand die... helaas, daar is iemand overleden. Er moet een huis ontruimd worden. En er zijn allemaal spulletjes waarvan mensen zoiets hebben van... Ja, maar dat kan nog een tweede leven krijgen. En ik ben tot mijn grote verrassing een aantal zaken tegengekomen die ze opgehaald hebben. Ik wist niet dat die oude trapjes nog bestonden. Echt die oude houten trapjes. Qua Arbo zou het niet meer mogen. Ja. Van de Arbo-wet, maar... Dus, nog even kort, want jullie hebben ook namelijk enorme toename. 2 jaar, jullie moeten eigenlijk bewijzen bij de gemeente, Oesgeest. Een van de punten is, laat maar zien dat dit een duurzaam project is. Dat jullie met duurzaamheid bezig zijn, dat is belangrijk toch? Nou ja, in ieder geval voor ons zelf. Maar het meest belangrijke vind ik, en dat meen ik echt, dat is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant,
om spullen te laten circuleren die nog steeds heel goed zijn onder de bewoners van Oegstgeest. Dus laat de kringloop binnen Oegstgeest plaatsvinden. Ja, en toch het tweede, dat we het volledig draaien met vrijwilligers en dat zeg maar de opbrengst minus geringe kosten naar goede doelen gaat. Ja. Want daar is het uiteindelijk om te doen. Ja, en dan moeten jullie over 2 jaar bij de gemeente laten zien. Dit hebben we gepresteerd. Nou, nee, we hoeven niks bij de gemeente laten zien. De gemeente heeft gewoon gezegd van voor 2 jaar krijgen jullie de kans. En we betalen alleen een bescheiden gebruikskosten per maand. Dat is echt, dat is een hele fair deal, laat ik het al zo stellen. Wij moeten bewijzen dat we een kringloopwinkel kunnen exporteren waarbij we op een gegeven moment zelf ook huur kunnen gaan betalen. Want dat is wel de realiteit over 2 jaar. Ja. Tot slot, wanneer gaan jullie open? Wanneer is de kringloopwinkel zoek? Ja, het is mega spannend. We hebben 30 januari geprikt als datum. En ik lig er nu al af en toe wakker van, maar we gaan het gewoon redden. Er moet technisch een paar kleine aanpassingen, die worden nu gedaan. Komende week krijgen we van ondernemers, ja, toevallig met dezelfde achternaam, een volledige inventaris. Okay. Maar we krijgen ook van Oegstgeester ondernemingen inmiddels support. Dus ja, 30 januari gaan we open om 10 uur, van 10 tot 4. En op 20 januari start de inname. Dus op woensdag en vrijdag en zaterdag. Top. Dus dan kunnen mensen alle spullen brengen. En dan gaan we dus 3 dagen in de week open. Woensdag, vrijdag en zaterdag. Dankjewel. Rob Bergers van Stichting Oegstgeester Kringloop. Bedankt dat je hier was. Graag gedaan, Leender. En veel succes met de openingen. En ik bel je nog wel. Ja, zeker. We spreken elkaar. En tot zover deze uitzending van Aan Tafel met Leender. Morgen zijn we er uiteraard weer. En dan spreken we met Aad van der Luit over de toekomst van sport in Leiden. Dus tot morgen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.